Welkom bij een nieuwe aflevering van de Studentenstemwijzer. Vandaag met niemand minder dan Kees van der Staaij van de oudste partij van Nederland, de SGP. Mijn naam is Thijs, dit is Marleen. En vandaag gaan we het alleen maar hebben over de onderwerpen waar de SGP natuurlijk vooral bekend staat. Om de meest christelijke partij van Nederland. Maar ook over wat deze partij nu precies voor jongeren kan betekenen na de verkiezingen. Meneer van der Staaij, welkom. Dankjewel. Allereerst even kort. Vorige week heeft u natuurlijk in de Kamer laten weten dat u dat u niet zo enthousiast werd van hoe de avondklok er doorheen werd geduwd eigenlijk. Door via de noodwet uiteindelijk de avondklok te realiseren. U vond dat het eerst door beide kamers moest worden goedgekeurd voordat er wat anders mee ging gebeuren. U zult erbij zijn nu toch? Ja, we moeten wel even erbij zeggen dat dit op een moment is dat we nu erover spreken, dat er dus wel een uitspraak is van de rechter in eerste instantie, maar we nog niet weten wat de uitspraak in het spoedappel is, wat inmiddels door de regering is aangekondigd. Ja, dat gaat ook vandaag plaatsvinden. Dus dat klopt, dat gaat ook vandaag plaatsvinden, maar de eerste uitspraak, ja, dat voelde wel een beetje als een bevestiging van mijn bezwaren, namelijk van, hey, kabinet, is het nou wel goed, is het wel de juiste route om een beroep te doen op echt een noodwet die bedoeld is voor acute dijkdoorbraken of als de Russen in Groningen zijn binnengevallen. Ja. En bovendien ook, is het nou echt ook wel duidelijk dat alle bezwaren die ook verbonden zijn met de inperking van vrijheid, wat toch ook de avondklok is, dat zeg maar dat opweegt tegen de voordelen die je ervan verwacht. Ja, wat stelt u nu eigenlijk voor in plaats van de avondklok? Nou, wij hebben gezegd van het zou goed zijn om te kijken van naast die dringende adviezen om bezoeken te beperken, of je niet echt preciezer kan kijken van waar zijn nou de grootste problemen die ook ontstaan nog in de overdracht van het virus. Ja. Waar zijn de grootste besmettingsrisico's en kan je daar niet gericht tegen optreden? Dus nog scherper oog voor illegale feestjes en dat soort zaken meer. Thuiswerken, kijk wat je daar nog verder in kan versterken. Ook onder jongeren kan je ook afvragen of je niet verder kan gaan met het adviseren van bepaalde je bubbels beperkt te houden. Van mensen met wie je contact hebt, dus wel met meer mensen gewoon ook op avonden gewoon contact kunnen hebben. Maar hou het een beetje beperkt en kom niet telkens weer in nieuwe groepen als het ware. Nou, dat zijn ook allemaal mogelijkheden die wat ons betreft de moeite waard zijn om ook te onderzoeken. Oké, goed. Ja, dat moesten we even bespreken, dat is natuurlijk super vers. Maar we beginnen onze interviews ook altijd met het vuurpeloton. Om even de stemming erin te krijgen. Dat zijn korte vragen. Klinkt gevaarlijk. Ja, het is ook gevaarlijk. We geven twee opties en het is de bedoeling dat u snel kiest tussen de twee opties. En het gaat deels over uw studententijd en deels over andere onderwerpen. En na afloop mag u wel een beetje nuancering of uitleg geven. Dus zullen we beginnen? Prima. Ja. Tot 3 uur studeren of tot 3 uur in de club? Tot 3 uur studeren. Okay. Zuinig of hoge schuld? Zuinig. Casanova of eeuwige single? Dat is een rare keuze, dat vind ik een lastige. Er zit niks tussen. Ja, dat zit er echt tussen. Oké, dus het wordt geen keuze? Nee. Oké, kerken open of scholen open? Allebei. Dat mag niet. Als u moest kiezen, welke van de twee? Kerken. Okay. Een kerkdienst missen of een kamerdebat missen? Liever kamerdebat missen. Liever, oké. Homohuwelijk afschaffen of abortus verbieden? Ja, het zijn moeilijke vragen, daarom is het... Abortus verbieden. Oké. Het Nederland van 1921 of het Nederland van 2021? Het Nederland van 2021. Oké, dat is eigenlijk een interessante, die laatste, het Nederland van 2021. Want in 1921 lijkt het erop dat de standpunten van de SGP eigenlijk veel meer aanwezig waren in Nederland dan in 2021, toch? Ja, dat is maar de vraag. Het is maar de vraag. Bijvoorbeeld ook, we hebben nu ook weer discussies over de vrijheden van de burger bijvoorbeeld. In die tijd kon men ook wel heel ver gaan om mensen ook dwingende allerlei dingen op te leggen en zo hoor. Dus ik weet niet of ik zomaar in de gaten heb van aan het einde van de Eerste Wereldoorlog of ik naar die tijd terugverlang. Mm-hmm. Dus en bovendien, ik vind ook iets hebben van, hunkeren naar een verleden wat er niet meer is. Zo, dat heb ik ook niet zozeer. Ja. Ik wil echt gewoon in deze tijd mijn standpunt naar voren brengen. En niet, ik droom niet van
vroeger was alles beter. Ik weet ook niet helemaal of ik het al zo prettig zou vinden om in 1921 te leven. Mm-hmm. Dus in 2021 de huidige standpunten van de SGP vertegenwoordigen. We hebben onze volgers gevraagd wat er bij hun opkomt als ze het woord SGP horen. En de reactie die we meestal krijgen is, het is veruit de meest conservatieve partij van Nederland. Het is een partij die tegen abortus is, die tegen het homohuwelijk is. En die, sommige mensen zeggen dat de partij vrouwenrechten en homorechten niet ondersteunt. Wat zou je tegen deze mensen willen zeggen? Dan zou ik willen zeggen van, voor de SGP is ook een heel belangrijk uitgangspunt. Je kent die standpunten van de SGP. Maar tegelijkertijd ken je ook de achtergrond dat wij ook vanuit onze godsdienst het heel belangrijk vinden dat ieder mens voor vol aangezien wordt, omdat hij ook geschapen is naar het beeld van God. Ja. Ieder mens is ook heel kostbaar. En hoe we ook van mening kunnen verschillen, juist christelijke houding en plicht is om ieder mens, wie hij of zij ook is, lief te hebben. En misschien is dat een toon die je wat minder kent dan de klassieke standpunten van de SGP. Maar dat hoort er voor ons ook echt bij. Ja, alleen het klopt natuurlijk wel gedeeltelijk. Daarom zeg ik zeg niet dat die standpunten allemaal niet juist, maar alleen er is ook een andere kant. Ik bedoel ook als je in de Kamer zou zeggen van, in die 23 jaar dat ik in de Kamer zit en mijn voorgangers, van ook als ik homo ben, als ik vrouw ben, heb ik me dan één moment door Kees van der Staaij minderwaardig bejegend gevoeld, dan denk ik dat je die iemand niet gaat tegenkomen. Dat wij iedereen, wie hij of zij ook is, met respect bejegen. Maar het klopt wel dat wij de klassiek christelijke opvattingen huldigen, ook op diergevoelige onderwerpen. Ja, en betekent dat jullie ook eigenlijk alleen maar dat de groep die waarde vertegenwoordigt representeren? Of willen jullie ook mensen daarbuiten met misschien andere waarden representeren? Er zijn ook mensen die, kijk, mensen gaan zelf bepalen, zelf ook, van wat voor hen bepalend is in hun keuze. Er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen van, ik ben het bijvoorbeeld op het abortusonderwerp niet met de SGP eens, maar ik vind wel dat ze een hele betrouwbare inbreng hebben in het parlement. En op heel veel punten kan ik me er wel in vinden. In bijvoorbeeld een kritische houding ten opzichte van de Europese Unie. En wel voor klimaat gaan, maar tegelijkertijd ook een beetje de gekte daarop tegengaan. En aandringen op wel een nuchter beleid. Migratie, dat je ook daar wel. Dus het is natuurlijk niet alleen maar. Die mensen kom ik ook wel tegen. Dus dat vind ik ook wel weer het grappige van deze tijd. Ook wel een voordeel boven 1921. Ja. Dat misschien was het jaren geleden zo dat mensen zouden zeggen: bij de SGP kom je alleen maar uit als je echt heel gereformeerd bent. Mm-hmm. En nu zeggen mensen van, ik voelde die stemwijzer in en ik bleek eigenlijk dat op 80% bij de SGP uit te komen. Ja. En waarom eigenlijk niet? Dus dat is ook wel weer, vind ik wel weer een leuk gevolg van, eigenlijk of een onverwacht voordeel van de ontzuiling. Dat mensen zich niet allemaal meer ingraven in één bepaalde hoek van de samenleving. Dat er soms ook wat meer openheid is om eens over de bekende strijdpunten heen te springen. Ja. En toch een partij ook te steunen die eigenlijk normaal gesproken dat niet direct zou verwachten. Ja, maar er is in Europa bijvoorbeeld over, als het over homorechten gaat, zijn er wel steeds meer landen die bijvoorbeeld het homohuwelijk invoeren. Het draagvlak in een samenleving verandert wel voor bepaalde maatregelen. Is er dan ook interne discussie over zulke soort fundamentele waarden? Of is dit wel echt zo'n kernwaarde dat het dat u wel zegt, je moet daar als kiezer voor zijn of niet? Wat bijvoorbeeld waar niet echt discussie over is, van hoe definieer je het huwelijk, omdat het ook vanuit onze Bijbelse opvatting echt gedefinieerd is als een verbintenis tussen man en vrouw. En ook, er zijn ook juridische argumenten voor te vinden, dat juist ook een huwelijk ook iets regelt, ook voor kinderen die uit een relatie voortkomen. En dat is natuurlijk gesproken, even afgezien van bijzondere maatregelen, ook juist typisch het geval tussen het samengaan van man en vrouw. Dus dat is denk ik niet zozeer wat dan ter discussie is. Wat natuurlijk wel ook aan de orde is van, de hele veiligheid van mensen. Dat als mensen bijvoorbeeld waar meer alertheid nu op is, van dat mensen niet met de nek aangekeken worden omdat ze homo zijn. Of waar er wel ruimte is als jij het gevoel hebt dat jij in het verkeerde lichaam zit, om het zo te zeggen. Dat je dan niet een beetje belachelijk wordt gemaakt, maar dat jij serieus wordt genomen. Dat zie ik wel ook in mijn eigen kring gewoon gebeuren. En gelukkig maar. Als je maar wel in het eigen lichaam blijft, toch?
Dat is, het is zeker zo dat wij ook zeggen van niet van het is in alle omstandigheden uitgesloten. Dat hebben wij nooit beweerd. Maar wel, wees daar voorzichtig mee. En dat zie je ook wel weer. Dat viel mij ook bijvoorbeeld op in de Tweede Kamer. Dat we hebben in de jaren 80 een transgenderwet gekregen. En onlangs heeft de minister van Rechtsbescherming excuses aangeboden voor die wetgeving uit de jaren 80. Dat hij eigenlijk toch te veel van nog weer eigenlijk die transitie ook vroeg als jij van geslacht wilde veranderen. En het was toen heel modern en heel eigentijds. En iedereen was ervoor. En nu zeggen we eigenlijk, nee, maar dat was eigenlijk wel heel vergaand dat we dat vroegen. Dus ik zou zeggen, bij die dingen die zo ontzettend in beweging zijn, dat kan je misschien nog een klein beetje meenemen van de conservatieve partij, al beter niet meer eens. Maar wees ook niet al te stellig dat zoals je het nu denkt, dat dat precies dan dat het ultieme licht is opgegaan in wat je nu vindt. Je bent zelf ook een kind van de tijd, dat ben ik. Maar dat zijn jullie ook. En dat zijn wij met z'n allen ook. Dus het kan ook zo zijn dat, ga er maar vanuit met dat een derde van wat we naar voren brengen, heb ik eens iemand horen zeggen, dat dat achteraf gezien, misschien 3 generaties na ons, dat ze zeggen, nou, hoe konden ze dat vinden? En dan is het bijzonder, van wat zouden nu de punten in onze tijd zijn? Waar zitten eigenlijk de blinde vlekken waar je eigenlijk weinig mensen over hoort? Nou ja, grappig. Terugkijken naar de geschiedenis over 100 jaar eigenlijk. Ja. Oké, nou, we hebben het al een beetje gehad natuurlijk over de verschillende christelijke standpunten en het fundament waar de SGP voor staat. In de verkiezingsprogramma staat bovendien dat de overheid niets heeft te zeggen over hoe iemand zijn geloof inricht. Zelfs niet als dat strookt met de seculiere tijdsgeest. Dat is een beetje wat u net inderdaad ook zei. Maar waarom zou de SGP met haar geloofsopvattingen dan wel iets mogen zeggen over hoe de staat zich inricht? Wat de SGP zegt is dat wij binnen democratische processen doen we met elkaar afweging maken van waarden en belangen. En dan zeggen van nou, waar kiezen wij voor? Waar komen wij uit? Bijvoorbeeld, neem nou iets over winkelen op zondag. Nou, wij zeggen, wij geloven dat onze schepper dat heeft meegegeven, dat we allemaal hunkeren naar een dag van rust in de week. En wij vinden dat dus ook belangrijk, omdat vanuit ons geloof ook in te brengen. Maar ook gewoon, al deel je dat geloof niet, vanuit sociale redenen kan je zeggen, nou ja, ik heb daar ook wel wat mee. Als wij bijval krijgen in een parlement van een meerderheid, zal het komen. Als wij geen bijval krijgen, niet. Dus dat is de ideeënstrijd die je in een democratie voert. En wij vinden dat er geen reden is om te zeggen van ja, je mag ideeën op allerlei opvattingen gronden, behalve op religie. Religie is ook gewoon een goede basis voor opvattingen. Alleen als jij anderen niet kan overtuigen, dan zou je er niet verder mee komen. Ik ga snel door op de studententhema's. Want er zijn een aantal thema's waar jongeren zich druk om maken. Nou ja, een van die thema's, het lijkt alsof de hele wereld erom draait, het is de coronacrisis. Jongeren verliezen steeds meer verbinding, gewoon met hun vrienden, eigenlijk ze hebben niet zoveel te doen. Alles gaat een beetje slecht, dus geen onderwijs. We willen heel graag oplossingen hiervoor. Wat kan de SGP voor perspectief bieden? Ja, kijk. Dat hebben jullie ook gedaan. Ja, wij proberen ons in te zetten allereerst voor zo kritisch mogelijk zijn. Natuurlijk verantwoord kritisch, het moet wel deugen wat je als argumenten naar voren brengt. Maar wel ook steeds beseffen van, hey, als wij vrijheden inperken, dan moet het wel echt steeds ook opwegen tegen de gezondheidsvoordelen die we daarmee beogen. En dat moet je niet alleen beoordelen vanuit een vijftiger die het prettig vindt om 's avonds na 9 uur niet meer over straat te gaan. Maar je moet ook kijken naar jongeren, in ieder geval dat thema van de avondklok, die daardoor vaak wel heel erg geraakt worden van als je overdag heel veel online colleges hebt. Ja. En dan ook nog eens een keer 's avonds niet bij vrienden kan verkeren. Nou, dat hakt de beste in en misschien meer dan voor andere groepen. Dus dat hebben wij echt, juist ook met oog op jongeren, hebben wij ook een kritische houding ten opzichte van de avondklok ook ingenomen. En bij andere maatregelen dat we ook wel kijken van ja, probeer het virus wel zo gericht mogelijk te bestrijden. Ja. En ook aangedrongen op van, ook bij onderwijs, zet niet te snel alles op dicht of open, maar kijk ook naar de tussenvormen die er zijn. En dat vind ik soms ook wel weer, ik snap het uit de overheid hoor, iets te makkelijk. Om te zeggen, nou weet je wat, we laten gewoon even de hele boel dicht. Maatwerken. Ja, en terwijl maatwerk kan echt net even dat comfort ook voor jongeren bieden. Van
Heerlijk als je gewoon naast die online colleges ook gewoon even in een veilige setting wel bij elkaar kan komen. Ja, ja, dat is ook, vinden wij ook heel belangrijk aan maatwerk. Maar het is soms wel lastig om echt te geloven dat dan de jongeren echt op prioriteit 1 komen. Of in ieder geval op een hoge prioriteit. Want SGP heeft zich natuurlijk ook heel hard ingezet om de kerken open te houden. Maar ja, wij vragen ons dan wel af van, zetten jullie ook net zo in om het onderwijs in bepaalde mate door te laten gaan? Want dat contrast voelt soms een beetje wrang. Ja, ik snap het punt. Dat was natuurlijk de beginvraag ook. Hè? Dus je wilt dat niet tegenover elkaar uitspelen. Wij zeggen eigenlijk in zijn algemeenheid. Kijk, ook voor die kerken geldt dat er natuurlijk heel veel mensen eindeloos niet naar een kerk gaan. Omdat ze in een grote gemeente die uitmaken en in geen maanden een kerkdienst bijwonen. Dus dan heb je het over dat er een klein clubje mag zijn wat eindeloos stal vervangen wordt. Dus ik zou eigenlijk zeggen, onze benadering is daar consistent mee ten opzichte van onderwijs. Dat we eigenlijk ook zeggen van, zorg dat ook daarvoor iedereen aan bod kan komen. Zeg maar. Dus dat je op allerlei vlak eigenlijk naar maatwerk streeft. Dus het is niet dat wij alleen maar een soort van uitzonderlijk voorrecht voor kerken vragen, maar meer in zijn algemeenheid vragen naar dat maatwerk voor alle sectoren. En overigens, ook veel jongeren gaan natuurlijk naar die kerkdiensten, nog in die kleine clubjes. Hè? Dus je kan ook zeggen, ik hoor ook van jongeren terug dat die dolblij zijn bij alles wat ze eigenlijk niet meer kunnen. Dat daar dan zo af en toe toch die gelegenheid is om wel die dienst bij te kunnen wonen. Ja, oké. Okay. Laten we het even gaan hebben over dat onderwijs met die scholen ook. De SGP is een partij die altijd tegen het leenstelsel is geweest en die daar iets anders voor in de plaats wil. Wat willen jullie eigenlijk? Nou, wij willen dat er gewoon weer eigenlijk meer mogelijkheden komen, met name voor middeninkomens, om ook weer dus ook gewoon een aanvullende bijdrage te krijgen die je dus eigenlijk zeg maar gewoon een basisbeurs die je niet hoeft terug te betalen. Dat is wat wij weer willen. Maar alleen voor kinderen van middeninkomens? Nee, ook voor lagere inkomens. Wij hebben alleen niet gezegd van, wij gaan ook voor hele hoge inkomens daar weer de basisbeurs te laten terugkomen. Okay, dat dus is, daar maak ik een keuze in. Ja, voor middeninkomens, ja. Okay. Ja, wij twee hebben natuurlijk gestudeerd sinds het leenstelsel. Hebben geen recht, als het goed is, op de basisbeurs zodra die straks wordt ingevoerd. Of de aanvullende beurs als die jullie ligt. Krijgen wij een compensatie eigenlijk voor die paar jaren dat wij als leengeneratie alleen maar hebben kunnen lenen? En van een beetje tussen wel een schip. Ja. Nou, ik vind dat een... Kijk, eigenlijk proef je. Je voelt aan alle kanten een aanpassing natuurlijk van het leenstelsel eraan komen, op zijn minst. Van de vergoedingen, op welke manier dan ook. Lening geeft, er komt een royalere regeling. En ik vind absoluut dat daarbij hoort dat je ook moet kijken van, maar wat betekent dat nou voor degene die daarmee net buiten de boot vallen? Welke vorm zou zo'n compensatie er dan uitzien? Nou, dat je ook, daar kan je over praten. Dat is voor mij eigenlijk techniek, op de manier waarop je dat doet. Of je dat bijvoorbeeld, je kan je voorstellen, een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden die je hebt opgebouwd. Dat een voor de hand liggende vorm zou kunnen zijn. Dat je eigenlijk kijkt van, hoe zou het stelsel uitpakken voor jouw nieuwe stelsel, zeg maar, van als het al een paar jaar eerder in werking was getreden. Nou, dat klinkt goed. Ja, dat zou ik blijven zeggen. Ja, en op zich, die leningen zelf is niet zo'n probleem als we zekerheid hebben op een baan na afloop van onze studie. Ja. Maar daar zijn we ook soms wel onzeker over, omdat er gewoon zoveel flexcontracten worden afgegeven. En nou ja, de coronacrisis heeft ook geen alleen maar voordelige effecten op de arbeidsmarkt. Hebben jullie hier speciaal beleid voor, beleidsplannen om dit te stimuleren? Nou ja, inderdaad, niet één duidelijke wet, maar wel een beleid, zeg maar, een beleidsrichting die we nadrukkelijk wilden zeggen. Hoe kan je nou voor elkaar krijgen dat ook jongeren minder in flexcontracten geparkeerd worden, maar gewoon ook meer uitzicht hebben op vaste banen? Ja. We vinden dat absoluut stevig gestimuleerd moet worden door van de kant van de overheid. En dat we ook in de gaten moeten houden dat door die coronacrisis, ja, heb je eigenlijk ook al wel met ook bijbaantjes en zo, dat het al veel lastiger is. Hè? Kijk alleen maar naar hoeveel studenten dat er normaal natuurlijk ook rondlopen in de horeca. Nou, dat is natuurlijk ook al een heel ander verhaal. Dus ik vind dat je eigenlijk nog in de vervelendheid van de hele coronatijd nog weer een extra argument hebt om te zeggen van, kijk wat je kan doen om juist jongeren echt een goede
start te geven op die arbeidsmarkt. En ik vind het ook wel treurig om te zien, ik zat pas die staatjes nog te bekijken, dat juist ook die werkloosheid onder jongeren weer eigenlijk hoger is, toegenomen is. Meer beroep op werkloosheidsuitkeringen zo wordt gedaan dan juist weer voor soms de oudere generaties. Ja. 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 En tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat in deze tijd ongelooflijk veel wordt gekeken naar steunpakketten. Ja. Er is al 45 miljard euro uitgegeven. De SGP wil ook terug naar de basisbeurs. Er zijn een heleboel andere maatregelen waar heel veel geld naar uit moet gaan. Hoe kijkt u naar de betaalbaarheid daarvan? Nou ja, wij vinden ook absoluut, en daar zijn we nu ook al mee een beetje aan het rekenen allemaal ook met Centraal Planbureau, dat we niet kunnen zeggen van, weet je wat, we doen nu net, we leven nu in een tijd waarin we ons de crisis uit investeren en daarna komt alles wel weer goed. Ik vind dus dat ook echt, voor mij is ook een punt van eigenlijk oog voor jongeren, door stevig ook te kijken naar de houdbaarheid van onze overheidsfinanciën. Want als we dat nu niet doen, dan zadelen de jongeren van nu straks op met de rekening. Ja. En dus in die zin merk ik wel dat, nou, daar zijn wij wel een beetje ook roepen in de woestijn. Kennen jullie die uitdrukking? Is het een Bijbelse uitdrukking nog? Roepen in de woestijn. Ja. Oké, maar je hoort er nog wel in ieder geval te weinig partijen over. Nee, ook die partijen als VVD of zo was altijd voor degelijke overheidsfinanciën en niet doorschuiven, maar aanpakken. En het begint wel een beetje stil te worden. Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig van de school is van, nou, we geven geld uit en het komt allemaal wel goed. Dus wij zeggen ook in ons financiële plaatje, zijn we dus nu nogal aan het puzzelen. Maar we willen wel echt ook aan het in de loop van deze komende periode naar een dat we weer dichter bij een begrotingsevenwicht komen. Dat je echt geloofwaardig. Is dat bezuiniger dan de komende jaren? Of? Niet onmiddellijk. Want kijk, we snappen ook, als je nu stevig zou bezuinigen, dan zou je ook heel veel mensen in de problemen brengen. En juist omdat we in het verleden wel bezuinigd hebben, kunnen we nu wat meer hebben. Maar als dat inderdaad de voorwaarde is voor waarom dat we nu wat meer dingen kunnen hebben, dat we in het verleden zoveel bezuinigd hebben, dan moeten we ook wel zorgen dat we nu weer binnen een aantal jaar ook weer geloofwaardig daarnaar toe gaan. Dat we gewoon weer dat we weer meer de hand op de knip gaan houden. Ja, oké. Okay. Goed, ja, nou, dan gaan we naar een volgend thema wat ook heel veel geld kost. De klimaatcrisis maakt ons ook wel zorgen. Er zijn vernietigende rapporten geweest over de dramatische effecten van klimaatverandering. En ook de klimaatdoelen die we niet lijken te gaan halen de komende tijd. Toch heeft uw partij niet ingestemd met de klimaatwet in 2018. Waarom was dat zo? Ja, niet met de klimaatwet. We waren overigens wel veel positief over het klimaatakkoord. Ja. Omdat wij zijn wel voor maatregelen waarmee je inderdaad schoner en zuiniger kan leven met elkaar. Dat is hard nodig, vinden wij ook. Dus wij horen niet bij partijen die zeggen allemaal onzin. Nee, wij zien dat we echt een duurzaamheidsslag moeten maken. Dat we op de grote voet leven. Alleen die klimaatwet vonden wij te veel. Eigenlijk wettelijk vastgepind van, nou, het moet zoveel procent reductie zijn. Ja. En dat je ook dat bij de rechter kan afdwingen, terwijl we eigenlijk nog niet weten wat daarvan de effecten zijn. Dus wij vinden het ook dat je eigenlijk politiek nadrukkelijker moet wegen van, hoe kan je nou zo snel als verantwoord mogelijk is die verduurzamingsslag maken. Ja. Maar ik wil ook wel weten wat dat betekent, de maatregelen die we nu nemen voor de bakker om de hoek die hele dure ovens heeft staan en die nodig zijn om ook gewoon zijn brood te kunnen verdienen en te maken trouwens. Ja. En dat missen we nog een beetje van, als je echt heel hard juridisch je wil binden, dan moet je ook wel weten dat het haalbaar en betaalbaar en betrouwbaar is. We vinden het nu soms een beetje te veel een slag in de lucht. Okay. En het risico is dan dat je ook allerlei neveneffecten krijgen van, nou, weet je wat, we hebben een soort grootschalige houtkap en die kunnen we stoken in biomassa's, want dan halen we de duurzaamheidsdoelen. Dan denk je, ja, hallo, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Ja. Dus kijk nou hoe je nou de echte duurzaamheid dan verder brengt. En het kan ook zijn dat ook net iets meer tijd kost. Niet om daarmee makkelijk achterover te gaan leunen. We zijn heel erg op snelheid, innovatie, maar ook bijvoorbeeld, neem maar thorium of zo, een interessante optie. Ook als het gaat om voor de huidige kerncentrales. Maar dan zegt iedereen, ja, dat kan niet in 5 jaar. Dat kan niet in 10 jaar. Maar moet je dan zeggen, nou, doe dan maar niet. Laat maar zitten. Of moet je zeggen, nee, maar weet je,
we hopen nog wel dat die aarde nog wat langer kan blijven bestaan dan 5 of 10 jaar. Dus zet daarop in. Ja, maar dus ja, veel kijken naar wat er mogelijk is en wat de beste plannen zijn. Maar wat gebeurt er dan nu? Of is het dan nu gewoon afwachten tot het duidelijk is wat welke plannen? Nee. Er zijn al veel, absoluut kan je al, je kan ontzettend veel doen. En wij zeggen juist ook, doe nou die roze bril eens een keer af en doe die werkhandschoenen aan. Ik zou zeggen, bijvoorbeeld grootschalige isolatie van huizen, van kantoorgebouwen. Waarom duurt dat allemaal nog zo lang? Waarom wordt dat nog niet veel aantrekkelijker gemaakt? Energie die je bespaart, hoef je ook weer niet eerst op te wekken. Ja. Dus dat is al een hele belangrijke maatregel. En wat ik ook wel mooi zou vinden, ik vind ik ook een beetje ergerlijk dat we nog eigenlijk zo'n wegwerpeconomie hebben. Dat je eigenlijk ja, spullen eigenlijk te duur is om die nog te laten maken. Want ja, je kan het wel weer voor een prikje uit China halen of zo. Van, weet je, dan denk je, ja, dat is gewoon ook niet handig. Dat kan slimmer. Of concreet ook, nu met corona wordt er even wat minder gereisd. En zien we dat je soms ook in eigen land je prima kan vermaken. Het is natuurlijk belachelijk dat je gewoon voor je vrijgezellen reisje naar de Bahama's gaat om daar een feestje te vieren. Die tickets zijn gewoon te goedkoop. Laat die prijzen ook meer de ecologische waarheid vertellen. Dat zijn allerlei voorbeelden eigenlijk met innovatie, energiebesparing, minder wegwerpeconomie. Waarop wij wel mogelijkheden zien om verder te komen. Nou, tot slot hebben we natuurlijk ook nog een onderwerp waar de SGP ook een heel duidelijk standpunt over heeft. Europa, de Europese Unie. Jullie zeggen in jullie verkiezingsprogramma dat jullie vinden dat de EU te veel macht naar zich toe trekt en dat de euro uiteindelijk onhoudbaar is. Waarom zijn jullie dan eigenlijk niet tegen een Nexit? Nou, omdat wij ook weer een partij zijn die realistisch wil kijken naar hoe verdienen wij in de toekomst onze boterham? En wij zijn eigenlijk gewoon simpelweg positief over de manier waarop wij als klein land met een open economie ook voordeel hebben met een grote afzetmarkt, met een groot Europees speelveld, waardoor we ook onze producten makkelijk kunnen slijten in andere landen en ook soms met handelsakkoorden sterker staan in die wereld. Dus wij zien best economische samenwerking prima, mag ook vergaand zijn, maar we zien eigenlijk meer die problemen als dat te veel een politiek project wordt. Als we doen alsof wij een Europees volk zijn met ook een Europees brede solidariteit en dat het ons niet uitmaakt of het nou Limburg of Griekenland is waar dingen gebeuren. Terwijl wij ervaren van ja, Limburg is echt een onderdeel van ons land, en dan kies ik ook nog zelfs een provincie waar we niet de meeste stemmen hebben. Nee, maar, zeker niet, zeker. Maar dan zeggen we toch, helemaal, kijk aan, helemaal ons land. Dus ook dat je daar een stuk solidariteit hebt van, ook al zou daar minder geld vandaan komen dan naartoe gaan, maakt me helemaal niks uit. Het is gewoon allemaal Nederland. Daar hebben wij sterk met elkaar dat eenheidsgevoel in. Dat hebben we gewoon niet op Europa. Dus je kan wel als hoogverlicht Europees denkend iemand zeggen van, maakt mij niks uit dat ze in Griekenland dan misschien economisch niet veel bijdragen en wij betalen in Nederland met hard werken hun pensioenen wel. Ja, dat vind ik een ongezonde vorm van solidariteit. En dat vind ik niet realistisch om daarvan uit te gaan. Ja, dat is duidelijk. Ja. Nou, we hebben het over een aantal onderwerpen gehad. Klimaat, economie en corona. Maar Nederland is natuurlijk wel een polderland, dus niet al deze plannen zullen ook in één keer doorgevoerd kunnen worden. Stel jullie komen nou aan die onderhandeltafel te zitten bij de volgende verkiezingen. Wat zijn dan echt de belangrijke zaken? Wat willen jullie echt in het regeerakkoord hebben? Nou, studentenzaken staan natuurlijk boven. Ja, natuurlijk. Ja. Alles op. Dus staat op camera, toch? Ja. SGP is de studentenpartij. Nou ja, kijk, weet je, we hebben speerpunten en dat is, ook in deze campagne hebben we gezegd, van vinden we belangrijk van bescherming van het leven, opkomen voor ook gezinnen, voor sociale samenhang, voor zorg voor elkaar, voor een sterk Nederland ook binnen Europa. Dat zijn van ons absoluut hele belangrijke punten. Maar ook denk ik iets als houdbaarheid van overheidsfinanciën vind ik ook een heel belangrijk punt. En oprecht, ik maak het natuurlijk een beetje een grapje met voor dit studentenpubliek om te zeggen dat het staat bovenaan. Maar toch zit er wel echt de kern van waarheid. Ik vind dat we wel echt ook moeten kijken naar jongeren in deze tijd, ook in die coronatijd, hebben wel meer van de rekening van de coronamaatregelen betaald dan ouderen. Dus ik vind echt dat we wel een morele plicht hebben om heel goed te kijken ook van hoe straks een nieuw regeerakkoord ook juist voor jongeren uitpakt. Ja, oké, interessant. Ik ga het zeker volgen.
En dan tenslotte doen we ook nog eventjes vergelijken we de partij altijd met een partij die erg op de partij lijkt. Want dat is ook vaak voor kiezers belangrijk om een soort van te weten, nou, waarom kies ik nou voor deze en niet deze die ook best wel zelf de plannen heeft. En veel mensen vinden toch wel dat de SGP erg lijkt op de ChristenUnie. Jullie hebben soms ook zelf dezelfde kieslijst gehad. Wat maakt nou het verschil tussen jullie twee? Ja, nou ja, ik zou zeggen, kijk eens op de stemwijze bijvoorbeeld. Hè. Dan zie je ook wel waar de verschillen liggen, want dat is dus op allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld Europa, denk ik, dat wij nog een tandje kritischer zijn dan de ChristenUnie. En op milieu hebben we allebei het rentmeesterschap. Maar hebben wij ook soms wat sterker accent op haalbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de maatregelen die we nemen. Ja. Dus dat zijn een paar voorbeelden waar je wel verschillen ziet. En een andere partij waarvan we eigenlijk niet in eerste instantie zouden verwachten dat die op de SGP lijkt. Is spannend. De Democratie. Oké, Forum, ja. Ja, Forum heeft ook een heleboel ideeën die hetzelfde zijn als de SGP. Dus inderdaad, de Europese Unie, klimaatverandering, dat zijn allemaal zaken conservatief. Zijn zaken waar jullie best wel veel mee gemeen hebben, toch? Het is waar. We hebben ook op verschillende punten overeenkomsten met een partij als Forum op al die onderwerpen. Ik denk dat het verschil wel is, nou, bijvoorbeeld wat over klimaat. Daar zegt Forum van, het is allemaal totale onzin. Of migratie, dat moet helemaal op nul zijn. Ik denk dat wij wat meer bestuurlijker ook ingesteld zijn. Van hoe kan je ook dit daadwerkelijk in de praktijk brengen, die punten. En hoe kan je daar, nou, polder werd net ook genoemd. Wij zijn meer een polderpartij. Uiteindelijk ook al hebben we hele principiële standpunten. We hebben in het verleden ook laten zien dat wij met een D66 en ChristenUnie in het tweede kabinet Rutte ook kunnen samenwerken. Dat wij ook dingen voor elkaar kunnen krijgen. En ja, bij Forum zie ik toch dat ze eigenlijk minder in staat zijn om ook een stuk stabiliteit te laten zien. Toch ook wel weer, als je een paar mensen bij elkaar zet, heb je toch ook wel weer kans dat ze niet slaags met elkaar raken, maar toch ook wel weer in verschillende partijen uiteenvallen. Ja. Dus ik denk dat je uiteindelijk gewoon minder waar voor je stem krijgt. Dan bij de SGP. Allerlaatste vraag. Deze vraag stellen we ook aan alle partijen. Hoeveel zetels denkt u dat u gaat halen bij de verkiezingen? En als u te ver vanaf zit, dan maakt u kans op de gebrekken zelf kunnen ze worden en dat weet je wel. Dus zo dichtbij de waarheid mogelijk. Nou, kijk, alle 150 in één keer gaat niet lukken. Het zou natuurlijk wel fantastisch zijn als we nog op de 4 zetels uit zouden komen. Oké. Okay. Nou, dat lijkt me natuurlijk spannend. Nou, blijf het volgen en misschien komen we met award terug, maar misschien niet.